Welkom in het Plannencoaster Park. Ik heb vandaag weer een parkje gedownload en het is een soort van Disney park en het ziet er al heel mooi uit. Het park is ook heel erg vol, maar ik stel gewoon voor dat wij gewoon naar binnen gaan en hier is zo de ingang hier zo, hier beneden, voilà. Dus ik ga gewoon via hier gaan. Ja, en dan volg ik gewoon het pad. En als we een attractie tegenkomen, gaan we in die attractie. En ik kom hier al een attractie tegen. En dat is deze groene achtbaanglijbaan. En we zitten niet in een zwembad, we zitten in een attractiepark. En deze groene toxieglijbaan. Ja, oh, die zeg ik weer. Achtbaan, toxie achtbaan. Oké. Okay. Mijn computer heeft wat FBS, maar dat komt omdat mijn computer maar 8 GB RAM geheugen heeft. Ik zou hem eigenlijk moeten vernieuwen naar 16 GB. Maar mijn computer heeft een tijdje geleden kapot geweest. En toen hebben ze mijn RAM geheugen vernieuwd zonder aan mij te vragen of ik nu een 16 GB RAM geheugen wilde hebben. Of ik dan toch mijn 8 GB wilde blijven houden. En die meneer heeft dan gewoon terug een 8 GB RAM geheugen in mijn computer gestoken. Dus dan heb ik zoiets van, ja, zit er terug een nieuwe 8 GB RAM in. Ik wacht liever wanneer die 8 GB weer eens kapot valt, en dan om dan weer een 16'tje in te steken. Omdat er maar pas weer een nieuwe 8 GB RAM geheugen in zit. Maar boven, we gaan genieten van deze achtbaan. Door de FBS gaat het een beetje... niet zo vloeiend, maar ja, je weet hoe het komt, hè, omdat ik maar 8 GB RAM geheugen heb en het is toch wel een mooi parkje, hè. Het is een achtbaantje, ik geloof dat we al één keer over de kop zijn geweest, nu twee keer. Mooi zo, dat is zo precies een chemische achtbaan zo. Kijk eens hier, mooie bochtjes. Kijk, leuk, hier krijgen we zo'n beetje een speelse bocht. Beneden. Volgens mij krijgen we achter dat bochtje de remmen. En inderdaad, we krijgen hier de remmen en dan hebben we daar het stationnetje. Een heel goede achtbaan, de Toxie Terror. We gaan een keer naar het volgende park. Ik zet hem eerst wel eventjes op het daglicht. Want als het donker wordt, dan als we dan een achtbaantje gaan doen, dan zien we dat minder goed, dat baantje. Maar bon, we gaan naar de volgende attractie en ik zie hier alweer een leuke achtbaan staan. Een soort van, ja, een mini houten achtbaan, en niet zo'n heel erg grote houten achtbaan, maar ik stel gewoon eventjes voor dat we gaan doen. De Jehou. Oké, ik haal eventjes de testresultaten erbij. Oké, dat zijn dus de testresultaten. Dan kunnen we kijken hoe snel deze achtbaan gaat. En als er dan iedereen in het wagentje zit, kunnen we dan uiteindelijk vertrekken in deze Jehou. Oké, ik wacht eventjes. Oké, ik denk dat iedereen in het wagentje zit nu. Dan kunnen we vertrekken. Oké, ik denk dat we nu kunnen vertrekken. Ja, oké, we kunnen nu vertrekken in de Jehou. We worden opgetakeld met 8 km per uur. En niet zo heel hoge optakeling, wel een steile optakeling, maar niet zo heel hoog. En, het zal zo'n beetje een junior houten achtbaan zijn. Hè. We zullen eens kijken hoe deze achtbaan gaat. Hè. Niet zo wild als een normale houten achtbaan, maar toch wel een beetje wilder dan. Toch wel een beetje wild. Oké. Okay. Hier krijgen we het eerste bochtje naar beneden. Oké, daar gaan we. Lekker hoor. Lekker hoor. Oké. Gaan we weer een bochtje naar beneden, merkt zo. Ja, hier krijgen we eigenlijk een spiraal naar beneden. Oh, we krijgen toch wel redelijk vaart. Hè? 75 km per uur. Kijk mijn woorden terug. Zijn hij die eruit gaat ook ongeveer zo snel. En dat is toch al, kan je toch geen junior houten achtbaan meer noemen. Dat kan je toch een familie achtbaan noemen. Hup, krijgen we hier weer een bochtje. Maar wel een intense rit wel, hè? Want de bochtjes zijn wel redelijk scherp. Dus een klein houten achtbaan, maar toch wel een intense achtbaan vanwege de scherpe bochtjes. Kijk eens hier, krijgen we een remmetje en geloof ik ook het einde van de achtbaan. Ja, een verraderlijke achtbaan. Je zou denken, dit is een junior houten achtbaan, maar één keer dat je erin zet, voel je dat het helemaal een junior houten achtbaan is. Het volgende attractietje dan maar.
En dat is hier volgens mij ook een houten achtbaan en die heet de Tornado, staat hier, de Tornado Coaster. Heel mooi gedaan ook, ja heel mooi, maar ik geloof dat deze achtbaan ook standaard in het spel zit. We gaan een keer kijken, de Tornado Coaster, Tornado. Ja oké, okay, deze achtbaan zit ook gewoon standaard in het spel. Ik wist al, kijk, en het is ook echt letterlijk, ik ga hem eventjes boven. Nee, is dat nu hetzelfde of is dat het andere? Misschien is dat hetzelfde, kijk. Ja, het is ook gewoon hetzelfde. Het is ook hetzelfde. Oké, goed, het is dus een standaarde layout. Maar, ja, daarom wil dat niet zeggen dat het een lelijke layout is. Ik ga hem gewoon eens doen. Het wagentje is nog, je moet nog even wachten op het wagentje. Dus ik doe eventjes speed maal 3. Zodat we sneller het wagentje er is. Kijk eens hier. Wacht nog eventjes. Is er maar één wagentje op deze baan eigenlijk? Ja, er is maar één wagentje op deze baan. Hoe lang moeten de mensen dan eigenlijk staan wachten? 0 minuten. 0 minuten. Dat verwondert mij dat je hier maar 0 minuten moet staan wachten. Oké, misschien is de arm maar kapot of zo. Kijk, je ziet mijn FBS is echt. Niet te doen, hè. Maar we gaan in de Tornado gaan. Ah, oké, okay, de Tornado is er al. Yay, dan kunnen we instappen in deze baan, hè. Right, camera. Oké, okay, en dan halen we de statistieken erbij. Ook al het leuk dat we kunnen zien hoe snel of hoe hard deze houten achtbaan dan gaat. Oké, okay, we wachten tot wanneer iedereen in het wagentje zit. En dan gaan we genieten van deze sensationele rit. Weliswaar. Meer. Oké. De poortjes zijn dicht, heb ik gezien. De beugels moeten nu dicht gaan. Oké, de mensen zitten er nu in. De beugels gaan dicht en dan. Go! Oké, daar gaan we. 7, 8, 12, 14 km per uur. Gaan we hier een beetje naar beneden. We hebben hier een recht stukje. Gaan we gewoon een beetje rijden. Gewoon een beetje genieten van de houten achtbaan. Oké. En dan worden we hier opgetakeld met een optakeling. Met 8 km per uur de standaard snelheid in Planet Coaster. Oké. Het is een lange optakeling zie ik. Een hele lange optakeling. Als we boven zijn gaan we naar beneden. Ik denk misschien dat dat wel de hoogste achtbaan is van het park. Misschien, ik weet niet of we hebben we nog een gigacoaster. Want een gigacoaster dat, dat kan ook hoog zijn. Hè, als we dat zouden hebben. In ieder geval worden we nu al opgetakeld. Oké. Okay. We zijn bijna boven. Dan gaan we natuurlijk naar beneden gaan als we boven zijn. De mensen hebben daar al zin in. Je hoort het. We hebben een mooi uitzicht van het park hierboven. Kijk, je ziet wat een mooi uitzicht dat we hebben. En die groene achtbaan die gaat ook volgens mij even hoog. Maar alleen, misschien was de groene achtbaan een snellere optakeling. Vandaar dat het wat sneller was misschien. Maar bon. We gaan eens kijken hoe deze rit verloopt. Kijk eens hier, 18, 20, 21 km per uur gaan we nu al. En hier krijgen we de first drop. Dat is natuurlijk het snelst natuurlijk. Met zo'n 80 km per uur. 85 km per uur was er toch in de buurt. Kreeg een bordje. Normaal gezien moet deze achtbaan altijd goed zijn. Hè? Want het is een achtbaan door de makers. Dus als deze achtbaan niet goed is, dan weet ik niet, eigenlijk niet waar de makers mee bezig zijn. Hè? Zomaar bouwen we dan een Planet Coaster spel, maar een achtbaan bouwen, oei oei oei. Daar zijn ze dan zelf niet goed in, maar dit is een goede achtbaan dus. Ik heb de makers niets te verwijten, ze doen zeer goed hun best. Ze hebben dit spel fantastisch uitgebracht. Er mogen van mijn part nog wat uitbreidingen bijkomen. Meer uitbreidingen, hoe liever. Planet Coaster, dat is, dat is alles behalve slecht. In vergelijking met de concurrent, de grote concurrent van Planet Coaster, Rollercoaster World.
Ja. Noem mij een paar dingen dat beter is dan Rollercoaster Tycoon World. Ja, achtbanen bouwen, dat gaat beter in Rollercoaster Tycoon World, maar ik denk dat het ook misschien het enigste is dat dat beter is dan de rest. Dan de Planet Coaster, maar bon. We gaan naar de volgende achtbaan en dat is ook zo'n standaard achtbaantje, je weet wel, een Vekoma boomerang achtbaantje. Ja, het is ook wel bezig over die Rollercoaster Tycoon World. Ja. Dit is geen spel. En moest dat spel Rollercoaster Tycoon World 10 jaar geleden uitgekomen zijn, zou het misschien wel nog goed zijn. Maar dit Rollercoaster Tycoon World is echt te zeggen van, ja, dus, kwalitatief is dat echt slecht. En dan is dat nog duurder dan Planet Coaster, dat begrijp je echt niet, hè. En die rides, dat is echt niet te begrijpen. Hebben die makers er eigenlijk al tijd in gestoken? Dat vraag ik me eigenlijk af. En die bouwen we niet zo, we gaan een rollercoaster tycoon spelletje uitbrengen. Voilà, we hebben een vierde versie van rollercoaster tycoon. Oké, dat is het. Wow, kwalitatief is het niet goed, maar we hebben wel een vierde versie. Enfin, ik ben, ja, rollercoaster tycoon wel ben ik niet content, hè. Ja. Begin de rollercoaster geweld uitkwam, had ik nog zoiets van, ja, dit is nog het begin, we zullen wel zien wat het wordt. Hè. Het spel was nog in early access en had ik zoiets van, ja, oké, weet je, we gaan gewoon afwachten. En toen kwam Planet Coaster dan uit en de kwaliteit van rollercoaster kon wel verslechteren in vergelijking met Planet Coaster. Planet Coaster kwaliteit ging naar boven en Rollercoaster Tycoon World kwaliteit ging naar beneden. En ja, dat was gewoon wat. Dat was echt om te zeggen van ja, slecht klote spel is Rollercoaster Tycoon World. Maar gelukkig hebben we dat spelletje. Hoor. Stel je voor dat we Planet Coaster niet hadden. En dan hadden wij Rollercoaster Tycoon World en Rollercoaster Tycoon 3. En ja, Rollercoaster Tycoon 3, dat kun je dan ook weer niet gaan vergelijken met Planet Coaster. Oké, het is wel de voorganger van dit spel. Maar ja, het is ook de voorganger. In Rollercoaster Tycoon 3 kun je alleen maar rechte stukken bouwen. Hier kan je ook schuine bochten bouwen en zo. En dan, ja, dat zie je ook. Kijk, bij die achtbaan van de rest, dat ging vloeiend. Of dat was als soms een schuin bochtje hadden. Bij Rollercoaster Tycoon 3 waren dat enkel rechte stukken. En dan had je soms van, ja, een stuk vooruit en dan wiep, meteen een bocht naar rechts. En dan weer wiep, meteen een bocht naar links. Dat was van, ja, een beetje schokkend. Terwijl hier, kijk, die achtbaan gaat ook vloeiend omdat je wat rechter het stuk. En omdat je ook wat schuin kan bouwen, bedoel ik. Dus ja, en ook in Rollercoaster Tycoon 3 kon je dan niet door elkaar bouwen. In Planet Coaster kan je dat wel. Waardoor je dan weer nieuwe objecten kan krijgen en zo. Maar wat je dan wel weer had in Rollercoaster Tycoon 3, dat was als de achtbanen mee de rondjes konden rijden. De custom scenery, ja, dan had je dat dan wel. Oké, hier in Planet Coaster heb je ook custom, ja, heb je ook custom scenery, maar in Rollercoaster Tycoon 3 had je echt van die pakketten van met attracties en allerbei. En hier in Planet Coaster heb ik nog niet echt zo'n custom scenery pakket met attracties gezien. Dat zijn meestal objecten en zo. Maar ja, misschien komt dat nog wel. Hè. We moeten gewoon een beetje afwachten. En dan zullen we het wel zien. Het is eigenlijk nog wel een kermispakket eigenlijk. Zo'n pakket waarin je dan de attracties hebt voor op een kermis. Dat mis ik wel. En misschien ook een Disney pakket. Dat je allemaal Disney attracties hebt. Dat is misschien ook wel leuk. Maar bon, deze boomerang achtbaan met de naam Cortez, ook een leuk baantje. Bon, we gaan naar de volgende achtbaan en dat is een hybride coaster. En dat ziet er ook mij wel een leuk baantje uit. Het is zo'n beetje een, wat moet mij dat eigenlijk voorstellen dit? Het is zo'n, ik vraag me eigenlijk af wat dat, dat is zo'n, nee, dat is zo'n, een spinning coaster. Maar dat ziet er ook wel echt leuk uit. Maar bon, we gaan naar de dingen, naar de hybride coaster gaan. Vooral hier we deze speciale achtbaan doen. En volgens mij is hier ook maar één treintje op deze baan. Yep, dan moeten we eventjes wachten. Oh, we moeten niet eventjes wachten. Het achtbaantreintje wordt juist opgetakeld. Dus we kunnen nog een ritje meemaken. Oké, deze hybride coaster. Walibi Holland krijgt binnenkort een hybride coaster. De vervanging van Robin Hood.
Dus dat wordt leuk. Alhoewel, ik kom eigenlijk niet in Walibi Holland. En voor de mensen die dit jaar denken, want ik ga mij een Walibi Gold Pass nemen. Vergeet het maar, want het bestaat niet meer. Als je dus nu al wil abonneren op Walibi Belgium, op Bellewaarde en op Aqualibi en dan op Walibi Holland, dan moet je dat allemaal apart kopen. Het is namelijk zo, ze hebben een nieuwe formule, dus je kunt je Walibi abonnement kopen. Dan kan je zeggen van, ja, ik koop mijn Walibi abonnement en dan neem ik als optie Bellewaarde erbij. Dan betaal ik daar 20 euro voor. Dan zeg je van, ik neem als optie Aqualibi erbij en dan betaalt je nog je 20 euro daarvoor. En dan zegt je van, ik wil een keer als optie erbij dat ik op feestdagen ook eens langskom. En dan betaal je daar ook 20 euro voor. 20 euro voorbij. Het is wel zo, als je nu een abonnement wil nemen op Walibi Holland, dan moet je dat abonnement wel apart kopen. Want dat kan je niet als optie nemen bij je Walibi Belgium abonnement. Je moet ook wel rekening houden, als je alles van opties zou nemen, dan zou dat in totaal 120 euro kosten. Het is 20 euro duurder dan vorig jaar. Ja, wat kan ik daarvan zeggen? Ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht, want ik vond de ene kant de prijzen van Walibi heel goedkoop eigenlijk. Walibi heeft heel veel goede achtbanen. En ook een goed zwembad, en dan kon je daar naar Bellewaarde ook mee gaan. En dan zat er daar Walibi Holland ook nog bij. En dat voor 150 euro. 100 euro vond ik vrij weinig. Terwijl in Plopsam betaalde je 150 euro en dan kon je ook alles doen. En dat was 50 euro meer. En ik vind de attracties van Plopsam minder dan die van de Walibi. Dus 120 euro nu. Ja, ik vind dat eigenlijk nog altijd redelijk goedkoop. Ik ga regelmatig naar Bellewaarde, Aqualibi en Walibi. Dus laten we zeggen dat ik heb het eruit geringd, dat ik 14 keer naar die twee parken zou gaan. En dan zou dat dan 120 euro 14 keer, ja. Dat is bijna 10 euro per keer. En dan nog iets, als je abonnement voor 30 april koopt, dan krijg je 20% korting. Dus als je dan alles gaat nemen, dan zou je 100 euro betalen. Dus dat is ook wel leuk. Leuk dan. Oké, deze hybride coaster was ook leuk. Misschien komt er in Walibi Belgium ook een hybride coaster, maar ik denk het niet. Bon, we gaan nu een keer naar de speciale spinning coaster achtbaan gaan. En ik vind dat heel speciaal gemaakt zo op het ijs zo. Ja, dat is echt zo. Ja, we gaan hem een keer doen. We gaan op zoek naar de ingang. En die is zo een beetje hier zo. Kijk eens hier. Waar is de ingang? Ja, hier is de ingang. Oké, hier staat een wagentje klaar. Oké, het wagentje vertrekt juist. Oké, dat is het verkeerde wagentje. Oh, ik zit hier midden in de nowhere. Oké, we pakken dit wagentje. Dan weten we van, oké, we zitten hier goed. Het is zo'n beetje een, ik vind dat heel goed gedaan op het ijs. Zo. Dat is zo precies dat je aan het skiën bent. Of dat je je letterlijk op glad ijs begeeft. Kijk eens hier, we gaan nu spinnen. Ik vraag me eigenlijk af hoe de maker dat heeft gedaan, want het wagentje kan je toch niet uit zichzelf laten spinnen. Kijk eens hier, dat is al heel leuk zo. Maar kijk, huppa, een paar rondjes maken op het ijs zo. In het echt zou je waarschijnlijk nooit zo'n achtbaan kunnen bouwen, want je ziet hier totaal geen rails en zo. Dus in het echt kan dat natuurlijk niet zo'n baan, maar voor nu ziet het er heel leuk uit. Kijk eens hier, we worden opgetakeld heel snel, 23 km per uur. En dan gaan we hier naar beneden met zo'n 53 km per uur. En volgens mij is het een soort van een racerachtbaan. We zitten in het, waar zaten we nu in? Het rechter of in het linkerwagentje? In ieder geval, we zitten in een wagentje. En we gaan eigenlijk door de bergen heen, alsof we aan het skiën zijn. Kijk eens hier. Heel leuk is dat. Dus, ik vind dat eigenlijk wel een leuke baan. Spijt dat het niet echt kan, omdat je geen rails hebt. Maar op zich is het wel een leuke baan. Maar misschien wel in de toekomst, hè. Je weet wel, in de toekomst kunnen er van alles gebeuren. Technologie staat niet stil, dus wie weet heb je dan wel zo'n achtbaan zonder rails. Wie weet. Kijk eens hier, spinnen zit er hier goed in. We staan hier eventjes stil. Ik ga hier weer naar beneden.
wat FPS, maar ja, ik heb het uitgelegd. 8 GB RAM daar. Kan ik niet aan doen. Het is niet zo. Je zult ermee moeten leven. Je kunt het park zelf ook downloaden. Hoe heet dat park eigenlijk? Ik zal even kijken op mijn GSM. Want ik heb dat natuurlijk opgeschreven voor de titel. Hoe maak je al die dingen? Ik krijg hier opmerkingen op mijn GSM. Van hoe maak je al die dingen? Ik ga daar rap eens op antwoorden. Download die gewoon in je Steam Workshop. Ik download die gewoon in de Steam Workshop. Oké, ik heb dus een reactie op YouTube gehad. De maker vroeg aan mij, hoe maak je al die Dark Rides? En ik antwoordde van, ik download die gewoon in de Steam Workshop. Op zich, ja, doe ik er iets mis mee? Ik vermeld de naam erbij van wie het gemaakt heeft, dus ik pleeg geen plagiaat. Ik heb gewoon heel veel plezier aan om die parken gewoon te spelen. Ik geniet er ook van, als ik zo'n prachtig park like dit toe, geniet ik er ook gewoon van. Maar Bob, ik ga naar de volgende achtbaan doen en dan zien ze ook deze hybride coaster, de Forriben Distilibre. De Forriben Distilibre. We gaan eens een kijkje nemen in de Forriben Distilibre. Volgens mij is er geen enkel wagentje en station. We gaan even goed kijken. Waar is het stationnetje? Hier is het stationnetje. En ook die boom zit er weer voor. En er is wel een wagentje in het stationnetje. Dus. Is deze achtbaan kapot? Ik vraag me eigenlijk af. Want de mensen stappen niet in. We staan maar te kijken van. Wat gebeurt er hier? Was waarschijnlijk een bug of zo van deze achtbaan. We hebben het. Dan moeten we het juiste treintje selecteren natuurlijk. Yep, een beetje rapper, want voordat we weten zijn we vertrokken. Keep your arms inside the train. We mogen onze armen niet uitsteken, dus dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Dat mag allemaal niet. Gewoon dit. Dit mag wel. Goed. We vertrekken. De monteur moet eventjes nakijken of alles in orde is. Rollercoaster tube knap. Ik krijg weer meteen een reactie. Ik geef meteen een hartje. Ik ging hier kijken hoe dit park heet, zodat jullie dat ook kunnen downloaden. Hopelijk van een goede computer, want dit park vraagt wel eigenlijk veel, zoals je kan zien. We gaan hier kijken. En hoe heet dat spelletje hier? Het spelletje Planet Coaster. Hoe heet dat deze map? Deze map heet Lemmes Aspark bij B-Shark. Bij B-Shark. Ik ga het straks eens opschrijven, want ik kan niet zo goed uitspreken. Ik zal het straks eens opschrijven. We gaan naar boven in deze tweede hybride coaster van dit park. Het is dan een heel leuk park, hè? Veel leuke achtbanen en zo. Moest ik hier een prijs geven voor het park, een abonnementsprijs, zou ik hier toch ook €150 per jaar voor vragen. Hè? Want de achtbaantjes die hierin zitten zijn toch wel goed en heftig, hoor. Het pretparkseizoen begint weer bijna. Ik kan eigenlijk bijna niet meer wachten. Je weet wel, zo die laatste momentjes. Het is nog 4 weken. En we zitten weer terug in Walibi, Bellewaarde en Plopsaland en Bobby Haaland enzovoort. Ik heb Blue Bike aangevraagd. Blue Bike, wat is Blue Bike? Ik ga het even uitleggen. Blue Bike zijn deelfietsen. En die deelfietsen die staan aan het station. En voor een bepaald bedrag, ik denk dat dat iets van €1,30 is of €1,40, mag je die deelfietsen een dag gebruiken. Dat is dan heel handig. Kijk, ik bijvoorbeeld ga naar Bobby Haaland en Bellewaarde. Maar die twee parken die liggen niet aan het station. Dat is het gemakkelijker als ik zo'n deelfiets naar het park kan nemen. In plaats van de bus. Want die bussen. Naar Bobby Haaland zitten die bussen altijd stampvol. En dan zijn er altijd van die jongeren die constant op dat belletje drukken. Waardoor ik met ik weet niet hoeveel vertraging aan het station komen en onze trein missen. En in Bellewaarde, dan zitten er wat minder mensen op die bussen, maar dan heb je het probleem dat je maar 5 minuten hebt om over te stappen.
En als hij dan naar zegt van ik ga naar, naar Menen de bus, de bus nemen, dan heb je 50 minuten over te stappen. Dus naar het ene station Ieper duurt veel te kort en naar het andere station duurt het veel te lang. En dan heb je ook nog eens dat als je in Bellewaerde gaat, dat is laat avondopening, daar heb je pech, want de bussen rijden niet zo laat. Dus ja, dat is dan ook weer een nadeel. Maar bon, we gaan naar het volgende attractietje gaan. Dit is deze, ja, deze track ride. Langs deze, langs dit kasteel, zo'n beetje een Franse tuinachtig. We gaan eens een ritje maken. Oké. We krijgen zo echt zo van die oldtimer muziek zo. Oké, hebben we, ja oké, dan pakken we het ritje. Oké. Een beetje op adem komen van al die arbanen die we daar juist hebben gedaan. En meteen, ja, kijk eens hier. Er is vuurwerk. Vuurwerk overdag. Dat kan. Dat is ook leuk. Vuurwerk overdag heb ik nog nooit gezien, maar ja. Waarom niet, hè? Het moet niet altijd avondvuurwerk zijn, hè? Vuurwerk overdag is ook leuk, hè? Meent je vooral van de rust nu. Kijk eens hier. Van de zalig ritje, hè? Zo'n beetje relaxen van al die hardbanen en zo. Die muziek klinkt ook zalig in de oren, hè? Zegt je van. Sam. Eén keer zo. En dan een keer die rockmuziek. Oké. Zeg gewoon even Sam. Daar speelt een mooie rivier. Kijk eens hier. Misschien wat meer bloemetjes, alhoewel. Het moet echt niet ook vol staan om mooi te zijn, hè? Als het wat leeg is op sommige plekken, ja, dan is ook, dat is ook mooi, hè? Ik weet niet of jullie de YouTuber Vincent of Vincent Kane, dat Vince Style Games volgt, maar die maakt ook pakken in Planet Coaster en zo. En dan, ja, dan zei hij een keer in die video's van, ja, dit Western gebied, dat moet je jullie zelf maar decoreren, want ik heb geen zin meer om dit Western gebied te decoreren. Ik wil liever met een nieuw park beginnen. En dan zei ik zo in die reacties van ja, oké. Western gebied, dat is mooi. Oké, het Western gebied is niet zo vol, maar dat is wel mooi zo. Dat past erbij. Dat Western, die woestijn, dat het wat zo leger is en zo, dat past er eigenlijk wel bij. Dan kijk hier ook, we gaan zo langs die huizen en zo. Misschien hebben we van binnenin nog een stukje dark ride, wie weet. Dat we echt zo door een living gaan. Stel je voor hier bij mij thuis dat er zo een wagen in je living rijdt. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik weet niet of jullie de eerste film hebben gezien van FC De Kampioenen. Daar ging het daar ook over. Van dat Balthazar Boma een huis had gekocht in Frankrijk. Voor een goedkoop prijsje, maar de reden waarom het een goedkoop prijsje was, is omdat de TGV door een living ging rijden. En dat eigenlijk het huis moest afgebroken worden. Oké, we gaan hier binnen. Ik ga me eigenlijk af wat door die deur is. Is er eigenlijk wel iets gebouwd? Nee, dat is spijtig. Ik had eigenlijk zoiets gezien van, ik had eigenlijk liever daar iets zo gezien. Eigenlijk had ik het nieuw donker moeten maken, maar ja. Ja, Planet Coaster is ook wel weer een nadeel van Planet Coaster. Maar Rollercoaster Tycoon World is daarom ook niet beter. Want Rollercoaster Tycoon World heeft helemaal geen opties. Het nadeel van Planet Coaster is dat je, als je door een gebouw heen gaat, dat het niet automatisch donker wordt. En dan zou ik al met het licht moeten gespeeld hebben om dat donker te maken. Ja, maar op zich is het wel een leuk ritje, hè? Ja, op zich is het wel leuk, hè? Oké, dan komen we hier aan bij het stationnetje. Voilà. Oké, het stationnetje. Toet toet, we zijn aangekomen. En dan hebben we deze waterachtbaan. En ik vraag me eigenlijk af, het ziet er mij ook weer een standaard object uit van het spel. Dus we gaan hem eventjes opzoeken. De ACR Polix. De ACR Polix. De ACR Polix. De ACR Polix. Yay. De Ars, ja inderdaad, dat is een standaard object van het spel, maar dat wil niet zeggen dat het een slecht project is, hè.
We gaan hem eens doen als dit wagentje aankomt in het station. En dit is ook heel mooi gedaan. Oké, er is al een wagentje aangekomen aan het station. Wat een reuzenrad erop is, dat is ook al heel mooi gedaan, vind ik. Oké, dan gaan we een ritje varen. Ja, varen. Watercoaster kan je varen en rijden, vind ik. Oké, daar gaan we. Nu gaan we varen. Huppa, daar gaan we. 8 km per uur. Kijk, een keer eerste. Hoe leuk dat is. Kijk eens hier. Gezellig wat afvaren. Hoe gezellig is dat niet? Zo varen met een bootje. Hoe gezellig is dat niet? Misschien wat een decoratie langs de zijkant. Dat zou misschien wel leuk geweest zijn, maar van het varen, van het rustig doen, komt een eind. Want we worden opgetakeld en dat wil zeggen als we naar boven gaan, dat we waarschijnlijk naar beneden gaan gaan. Oké, als we beneden zijn, ja, gaan we vaart maken. Maar oké, we gaan nu al met 30 km per uur en dan, ik geloof zoiets van een 30 km per uur dat we nu gaan gaan. Kijk eens hier, zie. Wow, we gaan zelfs sneller, 5 km per uur. Krijgen we hier een leuk bochtje. Gaan we hier naar beneden, hier voor de eerste splash. En splash! Oké, we zijn dus zijknat geworden van deze, waterachtbaan, hè. Oké, we varen gezellig het parcours af. Hier gezellig is en genieten van het vuurwerk dat nog altijd overdag is, dat je zoiets zegt van hoe kan dat nu vuurwerk overdag? Dat klopt toch niet? Maar ja, we varen gewoon gezellig. En straks worden we zo zijknat als dat andere bootje dat we daar gezien hebben. Oké, men is benieuwd waar we nu naartoe gaan. Ik vraag mij ook al hoeveel optakelingen dat we gaan krijgen, want hoe is splashen? Volgens mij krijgen we nog 2 splashes. Of dat we 1 splash of 1 grote splash gaan krijgen. Oké, we gaan naar boven. Dan kan het weer op. 12 km per uur. Oké, ik moet vandaag niet vergeten om mijn computer te scannen. Ik heb zo. Ik zet elke maand mijn computer op zo. Maar ik heb zo de neiging zo van. Mijn computer te vergeten scannen. En dan zeg ik van, ik kan dat morgen doen. En voor het weet is het weer de volgende maand. Maar nu mag ik het echt niet vergeten. Want mijn computer doet een beetje vreemd en zo. En ja. Computer kost weer al gauw 1000 euro. Op zich, geld is geen probleem voor mij. Dat weet je, hè. Maar, dat is natuurlijk niet leuk als je zomaar, 1000 euro aan een nieuwe computer moet geven, hè. Oké, op zich gaat het nu wel vloeien, behalve dat het soms een beetje traag is, maar ja, dan heb ik het uitgelegd hoe het komt. Oké, we krijgen weer opgetakeld, met nog een optakelingetje. Oké. Ik hoop dat ik scannen, niet vergeten. Ik dacht er gewoon plots aan van ja, en dan zag ik het gewoon eventjes. Hè. We zitten in YouTube en dan moet je maar zeggen wat er in je opkomt. We krijgen hier in ieder geval een splash, 70 km per uur, hoppa, en die splash wordt meteen ook afgeremd, heel leuk is dit, hoppa, we krijgen nog een beetje een nasplash. En daar zie je een attractie, kijk, deze paarse attractie hier, heeft nog op de kermis van Gent gestaan. Kermis van Gent is nu de halfvaste voor, geloof ik, 3 weken is die. Vroeger was het een goede kermis. Nu is de kermis, ben ik er niet zo positief over. Er staat elk jaar minder en minder. En dat is echt serieus. Hetgene wat er staat, dat stond er vorig jaar ook. En er zijn een paar dingen zwart. De boost staat er niet meer. En zo begint het. Dan gaat de booster wegblijven en dan blijft het daar weg en dan blijft het daar weg. En op de duur staat er dan niks meer. Hè. Ik vind het spijtig, het was een goede kermis, maar het trekt ook niet veel volk. Maar ja, op zich, als de kermis niet veel heeft, dan dan ga je er ook minder en minder naartoe gaan. Hè. Vroeger ging ik er elke week naartoe, nu heb ik zoiets van ja, moet ik voor één attractie
daar naartoe gaan. Niets, hè. Maar bon, als laatste gaan we deze racebaan doen rond het kasteel zo. Met fantastisch prachtig vuurwerk zo. Kijk eens hier. Ik doe hem eventjes speed maal 3. Zodat het zodat alle wagentjes over de eindstreep zijn. En dan kunnen we ook eens een raceje maken. En dan gaan we eens kijken of we nog iets over het hoofd gezien hebben. En dan gaan we gewoon afsluiten. Hoeveel rondjes gaan kaartbaan is het, oké. Maar er is een cheat. Er is een cheat. En ik ga eventjes deze cheat opzoeken op internet. Want er is namelijk een cheat hoe ik deze, kaartbaantjes zelf kan bereiden. Cheat Planet Coaster. Planet Coaster Go-Karts. Dus ik ga eventjes de cheat opzoeken. Planet Coaster Cards. Oké. Planet Coaster Cheat lets you drive your co-cars in third person. En wat moeten wij daarvoor doen? Was de shift hoe dat horn you go? Maar echt duidelijk is het niet. Ik ga naar een duidelijke website. Cheat code. Hier. All to Planet Coaster cheat codes. Ik heb het gevonden. Denk je toch? De Planet Coaster cheat code. Vroeger race. Are you track yourself with amazing cars? Hope to active frame to go cars. Track to Bollor and select the first right cam modus of on the cars. Rename the go-kart track to Bollor. We moeten dus de naam van de achtbaan Bollard. Daar staan dingen in caplock, dus ik ga dat ook hier doen. Bollard. Bollard. Dat wil zeggen dat wij moeten wachten tot wanneer het wagentjes aankomen zijn. En dat wil zeggen dat we zelf een raceje kunnen maken in deze kartbaan. Als dat niet leuk is, niet voor speed. Planet Coaster, dat is toch leuk, hè? Dat is leuk, hè? Alle wagentjes zijn er. Wacht tot wanneer alle mensen zijn ingestapt. En dan gaan we zelf een ritje maken in deze kartbaan, hè? Voor af te sluiten. Als dat niet leuk is. We wachten eventjes. Hoe lang moet je eigenlijk staan wachten? Want die wachtrij ziet er mij enorm lang uit. De mensen stappen in, Moet ik eventjes rap zo. Goed. Ik heb controls aan. Ik ga dus de testresultaten erbij. We hebben hier testresultaten. Controls zijn aan. Goed, en daar gaan we. En Hola, zondagchauffeur, Christophe zondagchauffeur. Ik denk dat het gewoon. Ik denk niet echt dat ik zelf stuur of zo, hè. Ik denk het wel, maar wat natuurlijk kan. Ik stuur dus. Zo gaan we natuurlijk niet wennen. Dit is dus wel moeilijker dan ik gedacht had. Kijk eens hier. Naar daar. Goed. We proberen nog eens opnieuw. Nu gaan we daar. We zitten hier gewoon. Rondjes te draaien. Andere kant. En nu niet slippen. Christophe, nu niet slippen. Niet slippen. Moeten we zo doen, kijk.
als we slippen, dan moeten we blijven doorslippen waar je op de hoekpunt staan, hè. Oké, we moeten eigenlijk geen slipcursus volgen in de rijschool, hè. Dat is hier een gratis slipcursus dat we krijgen. Hop, hoppa, hoppa. Hey, kijk hier. Zie me gaan. Dat is echt een slipcursus. Niet te doen. Oké. We gaan nog door dat kasteel zo. Dat is heel mooi. Oh, oh, papa, papa, la, papa, la, la, papa, 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 yeah. Oké, let's go. Oké, hier hebben we een bordje, hier gaan we niet slippen. Rustig, 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 rustig. Ja, goed zo. Rustig, rustig, rustig. Oké, goed. Rustig, rustig, Christophe, rustig. Niet slippen, hè, niet slippen. Ja, 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 ja. Oké, 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 oké. Hela, hela, waarom werkt dat niet meer? Waarom werkt dat niet meer? Hallo, hallo. Oké, volgens mij is dat het einde van de rit. Oké, dat was dus het einde van de rit. Moeilijker dan gedacht in de bollard. Ja, gaan we kijken of we dan alles hebben gehad. We hebben deze groene achtbaan gehad. We hebben deze achtbaan gehad. We hebben deze achtbaan. We hebben deze gehad. Ja, we hebben deze gehad. We hebben dan deze racebaan. We hebben deze speciale achtbaan gehad. We hebben deze achtbaan gehad. We hebben deze relax achtbaan gehad. Misschien is er hier iets en hier is er niets. Als er zo bootjes hadden, konden we hier bootjes opvaren. Ja, dan hebben we alles gehad, hè. Ja. Ja, mensen, doe dat blauwe duimpje zeker omhoog. Vooraleer we gaan afsluiten, ga ik eerst de naam van het park intypen. Zodat jullie dat park ook kunnen downloaden. Dus het parkje heet. Dat heet de Llama. Wacht even, kijken. De Llama. Llama. Aas Park. Dus onder die naam zullen jullie het park kunnen vinden. De Llama Aas Park. In ieder geval, mensen, als je genoten hebt van deze video, doe de blauwe duimpje zeker omhoog. En dan zou ik zeggen, tot een volgende Planet Coaster video. Tot dan, daag.